als volgt. In mijn vorige video vroeg ik jullie om een bepaald aantal likes. En de afspraak die wij hadden is als die video in 24 uur dat aantal likes had behaald, dan kwam er daarna weer een nieuwe video de dag daarna. Maar het is niet gelukt. Nee! I thought we had a deal. Maar betekent dit nou het officiële einde van de Kel-vlog? Nee. Betekent dit nou het officiële einde van Kelvin? Nee! Oké, ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik kan niet meer elke dag een video uploaden. Het spijt me heel erg, maar dat wordt me iets te druk. Maar ik heb nog wel veel te veel prijzen om weg te geven. Bijvoorbeeld deze voetbal. Nee, niet deze voetbal. Deze voetbal is... Fuck! Zet nooit een flesje in de achtergrond. Nee, ik heb nog wel een aantal prijzen over en die wil ik heel graag aan jullie geven. Dus eigenlijk ga ik Kelvin gewoon doorzetten voor nog een aantal video's. Niet meer elke dag, maar een paar keer per week. Misschien 2 keer of 3 keer per week. Ik moet nog even kijken. Jullie zien het wel verschijnen op mijn kanaal. Ik beloof jullie, het worden fucking epische video's. Ik ga gewoon toffe video's voor jullie maken. Ik ga jullie nog leuke dingen geven. Dus hou het kanaal in de gaten. En dan gaan we nu weer voor... Yay! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is weer tijd voor een fantastisch mooie video. Maar voordat ik dat ga beginnen is er natuurlijk weer tijd voor een prijs. Ja hoor, Kelvin is nog steeds aan de gang. En vandaag geef ik een prijs weg die heet... De Kelvlog! De snapback, Kelvlogpet. Ik heb gezocht op lekkere jongen met Kelvlogpet. Dan krijg je dit. Ik weet ook niet hoe. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op deze prijs is een reactie achterlaten en abonneren. Dat is het enige. En dan maak je kans om gratis en voor niets een Kelvlogpetje te winnen. En dan ben je voor altijd aantrekkelijk. Ik hou van mensen en ik hou van YouTubers. Feet is achter de rug. Ik heb daar superveel fans ontmoet, maar ook YouTubers. YouTubers waarvan ik denk, yo, I love you for what you do, man. Dus ik ga gewoon een aantal YouTubers opbellen. Niet alleen opbellen, maar facetimen. Om even te vragen hoe het met ze gaat. Dat is gewoon, dat vind ik belangrijk in het leven. Ik begin gewoon met Giel. Oh, if he doesn't pick up the phone, I'm gonna fucking kill him. Nee! I thought what we had was special, man. I thought we were like bacon and egg. Stomme Dylan! Ah! Ik dacht altijd dat ik een vriendschap had met bepaalde YouTubers, maar nee hoor. Fuck! Hey! Heb je überhaupt al iets aan? Ja, jezus. Oh, jezus. Het was zo... Ai! Hey! Hoe gaat het met je? Goed, ja. Ja, goed. Geniet je een beetje lekker van het witje? Nou, zeker. Ik ga lekker met mijn raam op de dag. Oh, gezellig vlogs aan het editen. Zoals een echte vlogger. Was ik inderdaad aan het doen. Echt? Laat even zien hoe je je vlogs edit. Wat is dit? Kan je me dat uitleggen? Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik gewoon vaker eventjes het geluksgehalte bij mijn mede-collega, YouTube-collega's moet checken. Nou, ik ben helemaal gelukkig. Ik zou lekker... En ik zou je niet meer midden in de nacht facetimen met Maarten, Martijn en Joost. Nee, inderdaad. Alles is vrijdag nacht. Dan staat Kelvin Boerma en Joost YouTube en Bali Bla allemaal. Je moet stilhouden. Dat is een geheimpje. Oh, oké. Okay. Dat mag niemand weten. Oké, hoe is het met Jorik? Oké, sorry. Had ik dat niet moeten vragen? Hoe is het met je dieet? Niet goed, ik doe het niet. Oh, oké. Weet je hoe het met mijn dieet is? Oh, yeah. Oh, shit. Heb je ook juice? Nee, dat niet. Fuck, why? Why don't you have juice? I thought we were juice brothers. Ik ga jullie kennis laten maken met de slogan van juice. Juice heeft een slogan en Monica gaat hem nu op de perfecte manier tegen jullie zeggen. Monica, ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay. Doe het zo zwoel mogelijk. Spannend lekker. Oké, doei, bye. Monica en ik gaan trouwens way back. Wij hebben bij elkaar op de basisschool gezeten. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat we elkaar niet konden uitstaan. Dus toen ben ik naar een andere school gegaan. En tegelijkertijd ging zij ook naar een andere school. En toen kwamen we op de middelbare school elkaar weer tegen. Dus moest ik weer van school veranderen. En uiteindelijk kom ik haar weer tegen op fucking YouTube. Hoe dan? Ah, grapje. Ik ken haar helemaal niet eigenlijk. Ik ga wel Nathan facetimen. Oké, I'm fucking ready, man. Jok, beneden zit. Fucking Belgen. Ik ga gewoon Gio facetimen. Besef, ik ken Gio niet eens. Kut. Oh ja. Hij drukt me gewoon weg! Gio, je klikt gewoon weg! Ik ga gewoon Rutger facetimen. Yes! You can't leave me right here. I'm fucking done. All of your fucking YouTubers, man. Ah. Ik wil gewoon een leuk filmpje maken. Enige wat ze doen is niet opnemen. Masha, ben jij de persoon die opneemt? Ben jij de realist? Alsjeblieft. You gotta be kidding me. You gotta be fucking kidding me. You gotta be fucking kidding me, man. Of ze is nog even snel wat make-up aan het opdoen. Als dat het geval is, dan vind ik het prima. Even snel. I don't even know what it is. Misschien zijn ze wel allemaal gestorven. Ja, Masha belt me! Yo.
Het is zo belangrijk voor me dat je me hebt teruggebeld, weet je dat? Hoezo? Waarom? Ben je aan het lekker aan het werk? Ik ben aan het editen, kijk. Wat is op met editen? Monica was ook al aan het editen. Ja, YouTuber live toch? waarom huur je niet gewoon allemaal Aziaten in die ook editen voor je? Nee, ik vind zelf editen echt heel leuk. Jij doet het toch ook zelf? Nee. Niet? Nee, dit was niet de bedoeling van dit gesprek. Ik ben exposed. Exposed? Maar ik kan niet tegen je liegen, dat weet je. Ik wou eventjes checken of je gelukkig bent in het leven en of ik nog iets kan betekenen voor je. Nee, ik ben heel gelukkig. Yes! Mag ik op je bruiloft komen? Op mijn bruiloft? Nou, de uitnodigingen die zijn nog niet. wat een kut antwoord is dit. Je mag ook nog gewoon zeggen, Kelvin, je bent niet belangrijk genoeg om op mijn bruiloft te komen. Ik heb niets gezegd. Nou, weet je, ik denk dat er dus geen telefoons mogen zijn. Oh. Heb ik bedacht. Ja, maar dan kom ik sowieso niet. Echt fucking lief dat je opnam. Bye, groetjes aan Gregor. Gregor, Mancave, represent. Ik hou van leuke gesprekjes met leuke mensen. Ik kan ook Paul de Leeuw facetimen. Oh fuck, ik heb er al op geklikt. Kut! Fuck, wat doe ik? Hoe doe ik dit? Wat ga ik doen? Shit. I don't know what to do. Ik ben zo fucking zenuwachtig. Facetime unavailable. Shit, man. Hey, Rutger heeft een voice memo gestuurd. Gas, ik zat midden in een Clash Royale gevecht en nu heb ik verloren. Omdat ik 4 keer werd onderbroken. Shit, hé. I gotta apologize for this. Sorry! Oké, hoi. Clash Royale, wat is dat? Spelletje, heel leuk. Sorry, doe je dat op je telefoon? Ja, en toen zag ik ineens Kelvin belt en ik dacht... Oh, ik had helemaal niet zo vaak moeten bellen. Ja. Maar heb je nou heel veel geld verloren of zo? Nou, ik ben wel weer omlaag gegaan in de rank, ja. Kut! Kan ik iets doen om het goed te maken? Ja, een space scooter wil ik wel. Ben je een beetje gelukkig? Ja, ik ben heel gelukkig. Yes! Jij ook? Ik ben echt gelukkig, ja. Maar ik sta wel echt boven aan de trap alsof ik ga springen of zo. Doe het, dan heb ik een thumbnail. Oké, wacht. Ga! Dankjewel dat je opnam. Graag gedaan. Ik respecteer je enorm. Voor deze video. Ja! Fuck yeah! Gio belt me terug. Yes! Hey! Hallo? Yo! Ik zit heerlijk op de fiets. waarom drukt hij me gewoon weg? Oké. Hey, ik had even een hele belangrijke vraag voor je. Mag ik in de squad? Ja, dat mag! Ja! Gelijk, jongen. Yes! Boom! Squad member! Ja, ik zit in de squad! Keihard. Ben je een beetje gelukkig? Is je zus gelukkig? Zijn je ouders gelukkig? Jullie hebben het er maar druk mee. Ja, iedereen is gelukkig. Helemaal. Yes. Fucking blij om. Elke YouTuber die ik tot nu toe heb gesproken is gelukkig. Oh, prachtig. Fucking goed. Oké, geniet van je fietstocht, ouwe. Damn! Ik moet dit echt vaker doen. Ja, jullie hopen natuurlijk allemaal dat ik Joost ga bellen. Maar jullie weten allemaal dat Joost en ik fucking vijanden zijn. Dus dat ga ik natuurlijk gewoon niet doen. Armo, waarom heb je geen FaceTime? Jullie gaan nooit raden wie ik nu bel. Oh! What's up, bitch? Yo, bitch! Oh, damn! Laat me even mijn haar goed. Wow, je haar is echt in één keer goed. In één keer thumbnail material. Maar ik heb weer een thumbnail binnen. Boom, let go. Ja, maar weet je wat het was? Kijk, er stond Kelvin Boer, maar wil FaceTimen. Zag ik ineens mijn eigen gezicht. Oh, zal ik je even wat vertellen? Ik heb al wel gepraat met Monica en met Masha en met Rutger en met Gio. Ik wou even checken of je gelukkig bent in het leven en of ik nog iets voor je kan betekenen. Nou ja, ik ben op zich best wel gelukkig, alleen ik heb dus geen brood thuis. Dus ik heb nog niet zo goed gegeten vandaag. Ik heb fucking honger, dus op zich denk ik helemaal gelukkig ben als ik straks gegeten heb. Ben jij gelukkig, Kelvin? Ik ben fucking gelukkig. Alleen, ik ben over een maand nog gelukkiger als ik gewoon in Aruba zit. Oh. Als we daar op het vliegveld staan, hi, I brought someone. Ik ben er ook bij, hallo. Maar zij heeft vet naar de zin, ik zie alleen maar leuke foto's. Ja, ik mis haar ook meer dan zij mij. En ik snap het helemaal. Ik wil het niet horen, maar tegelijkertijd is het gewoon real met me. Dus dat kan ik ook wel waarderen op zich. Ja. Bye. Hey! Ik heb gewoon vrienden in mijn leven. Hoe fucking chill is dat? Ik spuug ook gewoon op de camera, maar ik geef geen fuck. Oh! En ik kan het natuurlijk niet vaak genoeg zeggen, maar ik knuffel mezelf hier echt. Oh, I like it. No. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar als jij een Kelvlog pet wil winnen, dan hoef je alleen maar een reactie achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan maak jij kans op die pet. Ah. De winnaar van de Kelvlog pet maak ik natuurlijk bekend op Snapchat. Doei!
Ik ga vandaag, en dat of je nou wil of niet, doe het toch. Ik ga vandaag snaps van chicks nadoen. Want je moet eerlijk zijn, sommige chickies zijn wel lek op Snapchat. Ze doet alsof ze playback, maar ze zingt helemaal niks. Ze kent de tekst gewoon niet. Ze zegt gewoon... En we halverwege beseft ze dat ze de tekst niet kent. It is in my system. Het is tijd om een telefoontje te pakken, mensen. We gaan eventjes een geinig filmpje maken. Ik ga het gewoon proberen en dan zien we wel hoe het wordt, oké? Zijn we er met z'n allen klaar voor? Ik er wel. Let's go.